Wat zou ik gedaan hebben als ik Russisch was? Ik zou op een alternatief station in het Russisch de heer Poetin een kritische brief geschreven hebben met een oproep om zich in te zetten voor een vredesregeling. Maar ik ben geen Rus, ik ben een Nederlander, ik ben een Europeaan en daarom schrijf ik u een videobrief. Aan de voorzitter van de Europese Commissie, geachte mevrouw van der Leyen. U bent de dochter van de christendemocraat Ernst Albrecht, minister-president van neder saxe U bent opgeleid als arts en gehuwd met de directeur van een farmaceutisch bedrijf. U vertrouwt op het heil van de vaccins in het algemeen en coronavaccins in het bijzonder en u was persoonlijk betrokken... Bij de aanschaf van 1,8 miljard coronavaccins voor de Europese Unie bij Pfizer. Vier vaccins voor ieder van de 450 Europeanen. U pleitte zelfs tijdens de omicron-variant in december 2021 nog voor een vaccinplicht in de gehele Europese Unie, omdat velen zich niet vrijwillig zouden willen laten vaccineren. Het tekent uw minachting voor de burgerrechten en uw Pruisische stijl van ondergeschiktheid aan staat en gemeenschap. U kreeg met baron Heiko van der Heide zeven kinderen. De gedachte dat vrouwen in leidinggevende posities vredeliefender zijn omdat ze door hun kinderen een grotere afkeer zouden hebben voor de afschrikwekkendheid van de oorlog, is in uw persoon gelogenstraft. U was diverse keren minister in Duitsland. De laatste keer van defensie in de regering Merkel. U verhoogde de defensiebudgetten. U herbewapende Duitsland om wederom de grootste militaire macht van Europa te worden. U verhoogde schaamteloos de wapenexporten van Duitsland naar onder meer Saudi-Arabië, die de wapens inzette bij haar bombardementen in buurland Jemen. U werd niet de opvolger van NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg. Uw ster steeg hoger tot het voorzitterschap van de Europese Unie. Onder uw leiding wordt de EU tot instrument van NAVO-expansie en levensraam nacht osten politiek Na de Russische invasie was u een van de stuwende hardliners in de escalatie van de Oekraïne-oorlog. Uw eerste actie was de censuur op de Russische televisiekanalen RT en Sputnik. En natuurlijk op Europese media die niet wilden meemarcheren richting de derde grote oorlog aan het Oostfront. Uw eerste maatregel was de censuur. Naar goed voorbeeld van de statievoorgangers in de Duitse Democratische Republiek. U roept Europa op de zwaarste wapens te leveren. U roept Europa op tot een economische embargo-oorlog, ongeacht of die in ons eigen gezicht ontploft. U eist offers voor uw rechtvaardige en uitzichtloze oorlog. U zet de Oekraïnse regering aan om haar jongens naar het front te sturen en daar een ellendige dood te sterven. U zet. Oekraïnse jongens aan te vechten om Russisch-talige en Russisch-gezinde gebieden in Oost-Oekraïne opnieuw te onderwerpen en te onderdrukken. Met steun van uw wapens. Niet opgeven, geen onderhandeling. Wij buigen niet. Wij eisen de overwinning. Zoals in 1872 uw voorganger de ijzeren kanselier Bismarck uitriep: Canossa geen weer niet. U bent. De Bismarck in vrouwelijke gedaante. U eist het bloed van duizenden Oekraïnse jonge mannen. U kondigde trillend van woede aan dat de Russen dit zwaar zullen betalen. Mijn boodschap aan het Oekraïnse volk: diegenen die verantwoordelijk zijn voor de wreedheden zullen voor het gerecht worden gebracht. Uw strijd is onze strijd. U bent voorbij de schaamte over het gewelddadige verleden in uw land. Voorbij de schaamte over de Duitse invasies en de menselijke ellende in de loopgraven aan het Westfront in Noord-Frankrijk en het Oostfront in Rusland. U bent de vrouwelijke erfgenaam van de Pruisische generaals Ludendorff en Hindenburg. U bent voorbij de schaamte over de miljoenen slachtoffers voor de poorten van Stalingrad en aan de fronten in Europa. U staat nu aan de goede kant van de geschiedenis. U ontwaart in Rusland het vijandige Duitsland dat verslagen moet worden. In uw logica kan Rusland niet onze vriend zijn, maar moet het als vrije hand ten onder gaan. Maar ach, Rusland is Europa. Met een tegengestelde analyse van het conflict. Rusland is een ontwikkelde Europese natie met ruim 144 miljoen mensen: politici, wetenschappers, journalisten, kunstenaars, zakenlieden en een reeks van professionals. Precies als bij ons in Europa. En toch steunt ook volgens het Russisch kritisch onderzoeksbureau Levada 70 tot 80 procent Poetin als president. En steunt zelfs 88 procent van de Russische bevolking de militaire interventie. En waarom? Omdat in de betwiste regio's Russisch-talige en Russisch gezinde mensen wonen waar Russen zich aan verplicht voelen. U bent een mainstream politica met een topfunctie. U zet zich in voor vrouwen in publieke leidinggevende functies. Wel, 50% van de Russische managers is vrouw. En vrouwenemancipatie is in Rusland minimaal op hetzelfde niveau als in Europa. Hoe zou u gekozen hebben in dit conflict als u Russisch was? U zou tot de 88% gehoord hebben. U was. Mogelijk de Russische minister van Defensie geworden of de voorzitter van de Russische Veiligheidsraad. De functie die nu oud-president Dmitry Medvedev heeft. U kent hem vast nog. De man die jarenlang premier was en door het Westen als het redelijk liberaal alternatief voor Poetin werd gezien. Maar Europa en Oekraïne hebben het Russisch establishment tot het uiterste getergd. Met VDF waarschuwt nu dat NAVO-lidmaatschap van Zweden en Finland zal leiden tot een nucleaire wedloop in de Oostzee. Tja, vergeleken met de hardliners is Poetin een gematigd, bemiddelend en uh, alleszins redelijk man. Wat zou ik gedaan hebben als ik Russisch was? Ik zou tot de 12% gehoord hebben. En op een alternatief station in het Russisch de heer Poetin een kritische brief geschreven hebben met een oproep om zich in te zetten voor een vredesregeling. Maar ik ben geen Rus. Ik ben een Nederlander, ik ben een Europeaan en daarom schrijf ik u een videobrief. Volgens u zijn er twee partijen in deze oorlog: het Westerse Oekraïnese establishment, tegenover het Russische establishment. Die beide inzetten op overwinning middels de oorlog. Volgens mij zijn er minimaal nog twee. Namelijk de critici van de beide oorlogvoerende partijen. die pleiten voor empathisch overleg en een politieke regeling. Mensen zoals u stellen dat mensen zoals ik alleen maar kunnen bestaan omdat wij in Europa vrijheid van meningsuiting hebben en zij in Rusland niet. Ik denk dat u te optimistisch bent over Europa en te cynisch over Rusland. In Rusland zijn er namelijk diverse politici en deskundigen die zelfs op de staatscenters kritiek hebben op de Oekraïne-oorlog. Het bekendste voorbeeld in het Westen was de tv-producent met haar bord No War. Dat heb ik in Nederland nog nooit gezien. Dat soort. Principiële protesthouding ontbrak bij onze interventies in Afghanistan, Irak en Syrië. Geen redacteur of producent die dat durft, want hij weet dat zijn contract niet wordt verlengd. Maar Marina Ofjanikova, de vrouw van het bord, besloot uit zichzelf om te vertrekken. Ze kreeg een boete, maar ze kreeg ook de media-aandacht en ze kon openlijk in de Russische media protesteren. Ten slotte, op het WK in Qatar maakte de Duitse voetbalteam een gebaar toen hun aanvoerder werd verboden de One Love band te dragen. U kent dat gebaar. Hierbij mijn protest tegen uw wapenleveranties, uw ophitsende escalatie van de Oekraïne oorlog, uw negatieve reacties over vredesinitiatieven, en uw censuur van de kritische geluiden in Europa.